Het is zomer en uh, toch zit ik hier met dikke jassen aan, maar ik zit graag buiten om te lezen, wat te schrijven, in de verte te kijken. Het is nog vroeg. Kijk, ik ben, uh, in de zomer lees ik trager. En dan denk ik na over fundamentele zaken, zo van, wat, wat wil ik echt in de volgende fase van mijn leven brengen? Wat is de essentie? Want natuurlijk weet ik wel wat ik aan het doen ben. En, en dan lees ik boeken trager. En een van die boeken is deze van Gerard Donkers. Dat is een collega van de kring van Andragologie in Amsterdam. En Andragologie... Andragogiek, het gaat over volwassenen, pedagogiek, andragogiek, volwassen, opvoeding. Hier gaat het over sociale veranderkunde, de volwassenen in deze samenleving en hoe we als professionals daarmee bezig zijn. Stel dat je ook een professional bent, een coach, een leraar, een leidinggevende, sociale werker enzovoort. Kijk, dan kun je nagaan hoe ben je eigenlijk bezig. Je omschrijft drie benaderingen, drie manieren van kijken. En de eerste is, en dat kennen we wel, dat gecontroleerd maakbaar bezig zijn, instrumenteel doelgericht, doe een interventie, je gebruikt een werkvorm, je wilt resultaten halen en je wilt dat meten. Dat is iets dat we heel goed kennen. Een tweede is, en dat kennen we ook, de persoonsgerichte benadering. Dat wil zeggen humanisme, de energie volgen, het gevoel volgen, empathie, contact maken, mensen tot ontwikkeling brengen, tot zelfsturing brengen, het individu in het centrum zetten. En een derde is de maatschappij kritische benadering. En dat is uh, kijken hoe dat we deel zijn van een groter geheel, van een systeem, van een samenleving waar dat er ook macht speelt, waar dat er belangen zijn, waar dat we misschien zonder dat we beseffen... Zaken aan, mee aan het in stand houden zijn. En dat, dat durven we ook uh, in, in, uh, in, in rekening brengen. Nu was ik hier aan het lezen, en dat boek uh, is heel, heel goed geschreven en heeft zo verschillende kadertjes met extra uitleg. Nu was ik hier aan het lezen in de derde benadering, dus de maatschappij kritische benadering. En zie ik daar mezelf verschijnen. Uh, ik zie hier de, uh, op pagina 273 een kadertje, de ontwikkelingsgerichte benadering van, uh, met de vork van Rudy van Damme. En uh, dan lees ik natuurlijk heel aandachtig om te zien hoe dat, dat daar dan geschreven is. Maar het is heel goed, uh, want uh, ten eerste ben ik heel blij dat Gerard mij klasseert bij de maatschappijkritische kritische benadering. Je kunt coachen op een maatschappijkritische kritische manier en niet alleen de cliënt helpen gelukkiger zijn of uh, succesvol zijn, maar hem ook weerbaar maken tegen die systemen waarin dat we zitten en hem doen bijdragen aan een betere samenleving. Dus ben ik heel blij dat ik hier al in sta en hij ontschrijft dat heel goed, want mijn vorkmodel met die vier sporen, ja, dat bevat natuurlijk ook die andere benaderingen. Het projectspoor, dat, dat is doelgerichte actie. Daar ben ik enorm voorstander van dat we dat ook blijven doen. En uh, de identiteitsspoor is natuurlijk dat persoonsgerichtheid, individueel centraal uh, stellen in, in hoe dat zich ontwikkelt doorheen zijn leven. En dan dat vierde spoor... Is dan dat grotere geheel, namelijk uh, die maatschappij, maar dat grotere geheel heeft verschillende lagen. Nu was ik aan het denken, en dat is heel belangrijk, terwijl ik zo traag lees, eigenlijk uh, is er nog een vierde benadering mogelijk. En ik zeg niet dat er uh, naast die vier sporen nog een vijfde spoor moet bijkomen, want het vierde spoor van het vorkmodel is het grotere geheel en dat heeft veel lagen, zeg ik altijd. Dus we hoeven niet altijd die lagen te expliciteren. Het vierde spoor zijn de lagen. Nu, de maatschappij uh, beperkt zich eigenlijk tot de maatschappij, de samenleving, waar dat we door bepaald worden en waar dat we deel van zijn. Terwijl in mijn gevoel, en daar ben ik juist zelf rond in ontwikkeling, in mijn gevoel uh, worden we geleefd ook niet alleen door die maatschappij, maar door een, een systemische energie, een, een groter geheel, dat veel onbewuster op ons inwerkt, dat, dat te maken heeft met de geschiedenis van de mens. Dat te maken heeft met de tijdsgeest, met hoe dat de mens leeft, met de uitdagingen die op ons afkomen. Ik denk dat wij geleefd worden door, door, en bepaald worden door een nog een veel groter kosmisch geheel, de aarde, de natuur, eh, de mondiale organisatie, maar ook de geschiedenis van de mens. Dus het is niet alleen de maatschappij, dat is niet het eindpunt. Mijn horizon. Is dat veel nog veel groter geheel. En ik zou dus durven zeggen, naast die maatschappijkritische benadering, is er dan ook nog een vierde benadering in zijn boek dan is dan de, zou ik zeggen, spirituele benadering of historische benadering. Uh, in ieder geval, ik pak voor mezelf ook veel meer die wijsheid waardoor we bepaald worden. Dat wil ik in mijn benadering, de ontwikkelingskritische benadering, ook veel meer plek geven. Uh, Vanuit wijsheid, vanuit het grotere systeem waardoor we onbewust iets aan het doen zijn. We weten alleen niet wat we eigenlijk aan het doen zijn. Maar daar bewustzijn rond creëren, dat is onze opdracht. Van wat zijn we eigenlijk aan het doen en wat hebben we te doen? Dus dat is Zo, Allee, ik, wou, ik dacht van, ik kom dat tegen in dat kadertje. Ik ga, ik ga er eens een filmpje van maken. Want het doet mij toch wel nadenken, hé, hey, welke plek heb ik? En, en, en waar ben ik nu zelf mee bezig? Toch nog doorgroeien naar nog een groter geheel van waaruit ik alles wil zien en, en laten bepalen. In mijn leven in ieder geval. En dat is ook natuurlijk de boodschap naar professionals. Dus waar ben jij mee bezig? Wat is jouw grootste geheel waardoor je je laat bepalen? Dat is voor mij een heel mooie vraag.